Noord-Hollandse vissersplaatsje Den Oever, gelegen aan de afsluitdijk, heeft zich in de laatste jaren sterk ontwikkeld. De aanvoer van vis uit de Noordzee, het IJsselmeer en de Waddenzee wordt steeds groter. Tong en tarbot, polen en paling en vele andere zeebewoners komen hier in grote hoeveelheden op de wal. Voor de opbloeiende handel van de oever werd de bouw van een grotere verkoopgelegenheid een dringende noodzaak. Deze dagen nu kwam hier een nieuwe visafslag gereed. Een gebouw van 40 bij 20 meter. Voor de eerste vis die aangevoerd werd, zijn vele kopers. Op originele manier opent de burgemeester het gebouw en wel door de eerste partij zelf te veilen. En hij doet zijn werk uitstekend. Deze volvette paling brengt een extra prijsje op. Den Oever trekt genoeg handelaren. Het krijgt genoeg vis en het heeft een nieuwe afslag. De toekomst van Den Oever ziet daar goed uit.